Goedemorgen, ik heb net mijn masker eruit gewassen die er, zal het zijn, 15 uur in heeft gezeten nadat ik in de jet was. Dat is echt een tip als je naar de kapper gaat en dat je dan zegt van laat lekker een thick masker erin en dan klem erin en dan ga je naar huis en dan zelf eruit spoelen volgende dag. Oh, super treatment. Nieuw snackpakje, mocht ik meer mee, want voor mijn dingetje. Het is voor de lunch terug, maar ik dacht ook gewoon dit. Een paar crackers erbij. Kijk. Oké, een beetje een sad beige vandaag, maar een bolletje met kaas, een stuk banaan, pekennoten, stukjes appel, daaronder groenten en wat popcornjes. Standaard. Ik ben bij de tandarts. Hallo. Onze tandarts heeft echt het mooiste pandketten. Dat is toch niet normaal? Zo mooi. Oh my god, ik heb de fietssleutel mee in plaats van de huissleutel. En Gregor en Mila naar school brengen. En het regent. Ik heb ook geen portemonnee mee of zo. Oh, wat onhandig dit. Ja. Ga maar bij een koffietent hebben. Mijn redder in nood is gekomen. We hebben samen koffie gedronken. Nu gaan we naar huis. Nou, heel gepuzzeld, maar we zijn er. Het was zeg maar, oké, tandarts. Het helemaal goed geregeld allemaal. Tandarts, schoolreisdingetje. Kregen we haardroppen. Allemaal prima gegaan. En nu gaan we de koffers pakken. Want we gaan overmorgen naar Amerika. Het is tijd om de koffers te pakken. Mijn paspoort zit nog in die trolley van Brussel. Ik kon mijn paspoort maar niet vinden. Toen dacht ik, wacht, volgens mij... Hey, liefste. Duurt lang. Sorry, ik ging op mijn dode gemak naar beneden. Oh, wel. Het duurde wel lang dan. Mijn paspoort ligt nog in die trolley van Brussel, bedacht ik me. Oh, het duurt nog langer. Alright, oké. Okay, nou, ik heb geen idee waar die trolley is, maar we gaan hem gewoon zoeken. In ieder geval zie ik hoeveel koffers gaan we doen eigenlijk? Wat gaan we doen? Alright, we hebben even alles hierheen gehaald. Autostoel, travel, kindwagen, miljarder trolley, koffers. En er is er nog eentje, die hele grote, die mega. Ik twijfel een beetje of we die gaan doen, die, hoe heet die? Die zilveren. Anyway. Wat gaan we doen? Kijk, we zijn 5 dagen in Austin, Texas. En daarna zijn we in ons huis. Dus ik denk niet dat we heel veel nodig hebben. Maar jullie kennen ons. Wat wij vaak doen is dat we een koffer vullen met nog een koffer. Daar de dingen in doen. En als we dan bijvoorbeeld gaan shoppen of zo, halen we die eruit en hebben een hele koffer erbij. Kijk, die kan daar. En wat we ook wel eens hebben gedaan, is dat we 1 of 2 koffers in ons vakantiehuis hebben achtergelaten. Dat we zeg maar dit meenemen. Dus die. Dat je daar denkt, we hebben eigenlijk die niet nodig. Of die of whatever. En dan laten we het gewoon lekker daar. Dan neem het volgende keer weer mee. Yes. Oké, ja. Nou, daar is die andere. Daar is die. Oh, Rimowa. Zo heet het. Ik was even de naam vergeten. Die is wel echt heel groot. Ja. Dit is als we 2, 3 maanden op reis gaan, dan doen we die. Nee. Maar is de laptop hier? Boven. Oh mijn god, zeg dat mijn paspoort erin zit, anders weet ik het echt niet. Ik lach maar. Thank God. Dit is deze leeg, maar kijk hoe groot deze is. We hebben echt die XL Rimowa toen gekocht. Echt ginormous. Ja, dat kan ook, dat we enkel die doen. Dus misschien ook nog een... Nee. Heb je ook het gevoel dat we Rimowa niet moeten doen, dit tripje? Ja. Ik heb het gevoel... Oké, handbagage moet even zo kiezen wat we doen. Mijn gevoel zegt, wat vind je hiervan? Koffer in koffer, koffer in koffer. En we hebben 2 grote koffers mee. Ja, maar even kijken wat we hebben liggen daar. Maar ik denk dat we alleen wat mee moeten nemen voor Austin. Ja, dat denk ik dus ook. Ik heb het gevoel. Maar ik heb in mijn hoofd, van we hebben altijd spijt dat we denken, het past niet, maar dan kunnen we weer een koffer achterlaten daar. Wat we vorige keer ook hebben gedaan. Zo van, we hebben er nog eentje over, laten we die daar in de garage. Ja, puzzel de puzzel. Foef zegt net, heel slim. Wij moeten natuurlijk deze dingen, dat is een autostoel, hebben we nodig voor... Assen. Hebben we die wel nodig? Want we hebben een huurauto. Zit daar een kinderstoel in dan? Nee, maar
Oké, laat maar. Nee, deze moet wel echt mee. Dus deze. En de travel kinderwagen. Die gaan wij in Assen gebruiken. En daarna als onze vrienden komen, dan nemen zij die over voor een van hun kinderen. Dus die moeten mee. Maar die gaan we ook niet op het vliegveld gebruiken. Want Mila gaat altijd op deze zitten. Dus die moeten in een koffer. En we hebben het volgens mij eerder in deze gepropt, toch? Allebei? Bij elkaar? Ja, volgens mij hebben ze allebei in deze een keer kunnen. Nee, dat past er niet. Nee? Ja, of deze dan. Dus dan moet sowieso moet die los. Maar dat maakt niet uit. Want die dingen... Ja, die kunnen nog los. Hoe bedoel je? Die twee gaan gelijk weg. Dus dat maakt niet uit. Daaruit bedoel je? Als we ze niet in een koffer doen... Ja? Nou, ze zijn gewoon... Ja, we leveren ze in, zeg maar. Ja. Nou ja, ik zit ook te denken, we kunnen ook doen... Die dingen hierin. Ja, ze passen er niet allebei. Nee, ja, of in die. Ook niet. Nee, gaat niet passen, denk je? Nee, niet allebei. Maar ik dacht anders... Gewoon eentje... Ja, oké, als dat niet past, dan maakt het al niet uit. Ik wil zeggen, dan maar één in één. En dan als we dan toch extra ruimte nodig hebben... trekken we die los als we terugvliegen naar Nederland. Want je kan ze in principe inchecken... maar goed, ja, het is niet ideaal, weet je. Dit zijn van die dingen... Dit zou nog wel eens kapot kunnen gaan of zo als je hem incheckt. Hebben we dat een keer gedaan? Ja, gewoon uit nood meer. Dat je denkt, nou, ik vind het veiliger als ze gewoon in de koffer zitten. Kijk, kinderwagen, autostoel. Jongens, je denkt, jeetje, wat een hoop dingen voor een kind. Oh mijn god, in het begin, als ze nog klein zijn, dan zit je met je luiers en je dingen en je doekjes. Nou, dan heb je gewoon echt zoveel nodig. Het is gewoon, ik ben blij dat het enkel dit is. En natuurlijk qua kleding is er zijn minder, maar nog, dan nog. Zo, ja, het past. Ivy, het past in die Rimowa. Sorry, Samsonite bedoel ik, ja. Oké, het is tijd om in te pakken en ik moet de Beauty Girls video nog editen. Ik ben helemaal met fashion spoor bijster. Er had vandaag iemand gecomment. Kijk, waar is die comment? Iemand zei... Er was een tijdje dat je echt hele leuke kleding aan had en het leuk staalde. De laatste tijd lijkt erop alsof je geen idee hebt wat je aan het doen bent of hoe je een bepaald item moet dragen zodat het leuk staat. Jammer, want volgens mij heb je genoeg leuke items in je kast. 33 duimpjes omhoog. I get you. Sterker nog, ik dacht altijd, als ik een beetje zou afvallen, dat ik dan zeg maar, dat kleding me beter zou staan of zo, whatever. Maar nee, ik ben helemaal spoorbijster. Maar dat heb ik laatst ook in een video van, ik heb er gewoon, het zit niet in mijn hoofd. I have no, ik weet niet. Ik merk zelfs aan mijn zeg maar, make-up en haar dat ik dat een beetje zelfs laat gaan. Dus ik zit in mijn hoofdstuk op dit moment, is echt de meest comfy, ja, I don't know. Naar een feestje of een meeting of zo wel, maar everyday ben ik echt op mijn lowest, merk ik. Niet mentaal, dat niet. Qua uiterlijk. Er zit nog een verschil tussen die en die. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik weet het niet. Ik moet er even uitkomen of zo. Ik denk dat we gaan nu naar Amerika op vakantie. Dat is natuurlijk super comfort, dat weten jullie. Voordat iemand daar gaat zeggen, oh my god, waarom draag je een t-shirt en een dinges? Het is daar straks 38 graden, dus je doet alles om te overleven in de hitte. Dus Texas, sowieso. Texas heter dan Florida. En daarna dus Florida pretpark en zo. Ik ga daar niet in een mantelpakje lopen. Ik bedoel, nou ja, goed, dat weten jullie. Maar ja, ik weet niet, misschien dat helpt dat ik daarna terugkom. Helemaal refreshed ben en denk, nou, nah, dit is wat ik ga doen met kleding en dingen. Maar ik ben het gewoon even kwijt. Ja. We gaan het zien. Maar ik waardeer alle tips daarover en zo. We gaan inpakken. Een beetje kleding. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat ik mee wil nemen. Weet je, het is altijd zo'n puzzeltje. Want je gaat 5 dagen naar Texas. En daarna zijn we in ons huis waar ik bakken met kleding heb en zo. Dus ik heb niet heel veel nodig. Maar het is dan echt puur voor die 5 dagen. Ja... Ja, wat ik dus altijd doe is ik maak foto's, een heel dossier van wat ik daar heb liggen. Dus als ik weer wat meeneem naar Nederland, dan weet ik precies, oké, die broek heb ik daar liggen, die trui en alles. We hebben bijvoorbeeld al onze spirit jerseys daar gelaten, die Disney spirit jerseys. Want ja, hier dragen we ze eigenlijk bijna niet. Ik twijfel wel om die misschien moet ik die meenemen naar Nederland. Dat ik die weer in de winter dat ook meer draag. Die zitten zo lekker. I love my spirit jerseys. Wordt dat mijn winterlook misschien? We gaan het zien. Ik merk in ieder geval als ze hier liggen dat ik ze niet zo vaak draag. Ze zijn dan net even, het is niet een trui zeg maar, het lange mouwtje, maar voor thuis. Oké, we gaan het zien.
Vanavond gaat Gregor Sien brengen naar vrienden die voor hem zorgen. En verder, ja, in principe, ik heb vandaag en morgen om in te pakken en alles af te ronden. En dan zaterdag vliegen. Excited. Oh, ik krijg lekker koffie van Fruski. En ik heb zin om in de Merkur zo'n koffiewinkel te zijn. Zo'n koffietentje. Ja, vooral als ik denk in Assen. Ik weet niet, ergens. Oh. Wat heb jij het gevoel van wat voor vibe het gaat geven? Heel hipster. Ik denk dat je New Orleans-erig. Ja, dat idee heb ik ook. Maar hipsteriger, moderner? Ik had begrepen dat het wel, zeg maar, hip, weird, hip, leuk. San Francisco? Ja. Portland, I know, maar daar zijn we nooit geweest, dus ik kan niet vergelijken. Ja, dat is het. Ik heb een beetje Portland vibe, terwijl ik weet dat dat niet zo is, maar het schijnt echt. Nee, maar mensen vergelijken het daarmee. Want ze hebben ook die stay weird. Ja. Misschien dat je Brooklyn dan? Maar dan zoiets en dan zo'n leuk koffietentje. Ja, weet je wel, ja. Dat ik denk, omdat ik denk, dat is echt leuk. Weet je welke ik vaak moet denken? Nou. Die met die fietsen. Dat we in de middle of nowhere waren op een roadtrip van New York naar huis. Yeah. En toen hadden we de dag ervoor volgens mij dat leuke museum. Weet je wel, zo'n kindermuseum, mm-hmm. Zo'n ding, Nemo-achtig iets. Fietsen, welke fietsen? En toen de volgende dag gingen we daar koffie halen. En daar was zo'n, gewoon één meisje was aan het werk. Oh, die fietswinkel! En daar had je fietsen en daar had je dan ook een koffie. Ja, dat was heel leuk. Dat was... zei je moeder ook naar binnen. Ja, dat was echt de leuke. Het was Mila in de auto in slaap gevallen, toch? Ja. Echt leuk. Daar moet ik ook wel eens aan denken. Ik moet ook wel eens denken aan... Die andere die heel goed scheen te zijn en dat was het ook. Ja, maar ook die bij ons. Die andere, hoe heet die nou? Oh, die. Oh my god, ja. Hoe heet die nou? Black? Nee. Black Coffee. Hoe heet die? Black Coffee. Fox Coffee of zo? Foxtail? Foxtail? Hadden wij de Foxtail? Die is er. En die is heel goed. Ik weet het niet meer. Maar die is echt leuk. Veel leuker dan zeg maar andere koffietentjes. Ja, maar die was nu veranderd, weet je nog? Toen ik laatst was gaan halen. Dat is lang weer. Ja, de tattoo shop zit er nog. Oh. In. Maar de koffietent zelf was heel anders. Maar het is nog steeds leuk. Ik kan niet wachten. Ik heb er zo zin in. Ik ben nu... Dat is wel lekker. Net zoals dus in New Orleans dat we dat ene koffietentje in waren gekomen met zo'n puntje. En dat we daar... Ja, dat is zo leuk. Superleuk. Ik ben helemaal zin in. Zo excited. Yes. Ik ga nu toch even werkdingen doen. Ik moet dat eerst af hebben en dan heb ik dat allemaal en dan ga ik inpakken. Wanneer gaan we verder met de wassen en dan, ik hoef ze alle wassen en dingen aan doen en gewoon alles. Zodat we dat in één keer in de kast kunnen doen en dan in één keer weer terug eruit halen om het in de koffer te doen. Ik ga het uit die mand pakken. De vorige keer was dat echt, werkte dat heel goed bij mij. Dat wel. Ja. Oké, Mila is thuis. Ik ga avondeten maken alvast. Gregor gaat naar Den Haag om Siem te brengen. Leuk, die kunnen het niet meer onderzetten, hè? Die zitten er helemaal af te geven. Moeten we Ja, mocht. Jammer. Oh, hij doet van mij ook. Nu, even één dingetje, liefie. No. Probeer er niet de bank aan te raken met die handjes van je. Wauw. Wat een creatie, hé. Alles hebben we hier. Stiften, stickers, klei. Kralen. Oh jee. Moet ik je helpen? Oké, luister. Ik heb letterlijk... Wat heb ik in huis? Oh nee, allemaal? Oké. Probeer het even zelf, kom ik zo helpen. Ik heb een paar aardappelen, scheefjes van gemaakt. Die heb ik 10 minuutjes gekookt. Toen heb ik een hele bloemkool erbij gegooid in stukjes. En nog iets van 5 minuutjes gekookt. Dat gaan we zo afgieten. Dan een rode ui en 3 teentjes knoflook. Bij boter. Alright, daar doe ik vega gehakt bij. Oh. Misschien heb ik een te kleine pan gepakt, maar... Oh wel. Ja, misschien wel. Zo. Darn it. Ach. Smoked paprika. En Cajun, niet te veel, want alleen Mila en ik eten nu hier. Ik denk dat ik genoeg heb voor morgenavond ook. Ja, schat. Oeh, ja. Dat is misschien veel. Oh, mijn burn's out. Waar heb ik nou die kleine koek van gehad? Misschien niet nog een grote skillet heb hoor. Ik vind het wel heel lekker van kerst aan. Dan heb ik gelijk die grote witte, die zeg maar echt gigantisch.
liter. 50 gram bloem, 50 gram boter, mixen, 300 ml melk. Ik ga kaassaus maken. Roel, saus, I don't know. Oh, oh, ik ben wel lekker bezig hier. Zo, hop, saus. En ik doe 200 gram kaas erbij. Wow, check even. Invetten met boter. Aardappel met bloemkool erop. Het is een beetje, ja, ik had het allemaal in één pan gedaan. Ik had het ook anders kunnen doen. Maar ja, hierop. Het is een beetje gemixt allemaal. Ik probeerde het nog los te trekken. Maar dat doe ik hier gehakt op. Deze. Kijk, gehakt. Het is eigenlijk, heb ik te veel bloemkool. Dat vorige keer ook al. Ik koop gewoon per ongeluk steeds gigantische bloemkolen. Zo, dit is natuurlijk nep gehakt, maar ja, kan ook met echt gehakt, I don't know. Zo, dan gaat hier die kaassaus op. Met een harnas. Met een harnas? Ja. Oh, die kaassaus. Wauw, wauw. Ja. Nou, de kaassaus ziet er heel lekker uit. Kijk, cheesy. Kan ik niet. Kijk goed. Oh, je hebt je harnas om. Ja. Ah. Nee, zo, dit is echt good. Aha. Gebaat als medaillon. Als medaillon? Is medaillon. Oké. Okay. Medaillon. Ik weet niet wat is nog. Is je dat bij gym? Ja, bij gym. Zo. Medaillon. En dan er nog kaas op. Ja, dit was dus allemaal voor die enchiladas, dus ik heb nog wel wat. Zo. Maar dan is het ook gewoon op. Ja, anders ligt het er maar. Hopelijk zakt die cheese er zo doorheen. Zo, dan zetten we dit in de oven voor een half uurtje of zo. 20 graden. Hoppakee. Oké, jongens, papa is niet thuis. Gregor is niet thuis. Hop, Hollandse muziek aan vind ik heel leuk. Ja. Maar altijd Hollandse schotel. Hij vindt het niks meer. Ik vind het zo leuk. Welke gouden is weg? Dit was zo lekker. Ik doe dit voor morgen, voor Gregor, mij en Mila. En dan dit in de vriezer voor in de toekomst. Oh. Alright guys, Mila ligt op bed. Ik ga Mila's video editen en inspreken. En ik ga een beetje, ik denk misschien een beetje rustig beginnen met inpakken. Maar morgen is de hele dag. Tja. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Oké, ik ga me afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.